Lieve Marianne, ik ga me voorstellen, ik ben Nini, ik ben 81 jaar en ik heb je berichtje gelezen en ik ben een beetje verbolgen. Ten eerste over het feit, over het dorre hout. Ten eerste wordt het dorre hout gekapt in september. Je bent niet op de hoogte wat de seizoenen brengen en je brengt dit nu in, we zitten in april. April is het voorjaar. Ik ontluik. Ik ben beeldschoon. Ik ben in de volle bloei van mijn leven. Ik heb een minnaar die 15 jaar jonger is. Ik fiets. Ik doe boodschappen. Ik leef. Ik lees. Ik kijk naar Netflix. Ik zit op WhatsApp. Ik zit op FaceTime. Ik ben gewoon een vrouw die in het leven staat en niet eentje die afgemaakt moet worden of verbrand moet worden alsof ik oud hout ben. Ik begin net met leven. Ik ontdek het. Nou, wat mij dus hindert als ik dus over verschillende manieren worden er over oudjes gesproken. Degene die mij het meest hindert en waar ik ook last van heb en dat is degene die dan zegt, ja, wij hebben ook een luistertelefoon voor jullie oudjes die zo eenzaam zijn. Dan kunnen jullie ons altijd bellen, dag en nacht. Wij zijn er voor je. Ja, er bestaat ook een hele andere groep oudjes. En daar wordt niet over gesproken. Het is alleen maar alsof wij, ja, een stelletje imbecielen zijn. Ten eerste werden we afgeschreven door Rutte. Nu zijn we weer de belangrijkste doelgroep omdat we zo gevaarlijk zijn met allerlei infectiemogelijkheden en moet iedereen ons gaan redden opeens. En dan aan de andere kant heb ik het gevoel dat ze nog steeds niet inzien dat er een enorme categorie van oudjes is die zich perfect redt, die nog steeds studeert, die naar theater gaat, die naar musea gaat en die een heel leven opbouwen. Coronavirus geeft mij het mooiste wat ik me kan voorstellen. Ik kon me niet voorstellen dat ik dit ooit nog zou beleven. De schoonheid en het gevoel van vrijheid. De vrijheid was zo vanzelfsprekend in mijn leven dat, ja, hij was er. En opeens werd de hele wereld werd opgesloten, deuren dicht, sloten erop, niemand mocht er meer uit. En wij in Nederland mochten dus eruit. Ik mocht gaan voelen. En opnieuw ontdekken wat vrijheid voor mij betekent. Als ik op mijn fietsen stap, dan biggelen de tranen over mijn wangen van schoonheid, van erkenning, van alles wat ik heb. Ik was vergeten dat ik zoveel heb. En zo een begenadigd mens ben. En dat is wat dit coronavirus ook met mij doet. Ik ontdek mijn stad opnieuw. Ik zie kinderen op straat spelen. Het is mijn oude mokum is het weer. Er zijn geen rollende koffertjes. Er zijn geen toeristen. Er is stilte. Er is een ander geluid in de stad gekomen. Er zijn vogeltjes. Ik ben 81, ik ben doof. Ik hoor weer vogeltjes. Ik zie anders. Corona verandert mij. Corona verandert de mensen die om mij heen zijn. We ondergaan een metamorfose en ik weet niet waar we naartoe gaan. Elke avond steek ik 3 kaarsjes aan en dan hoop ik dat wat we nu ervaren en beleven, dat we dit bij ons houden. Als iets heel precieus en dat we dit kunnen koesteren en mee kunnen nemen, maar als alles weer gewoon wordt.